dankjewel. Moet je de Ian die zei van nou, misschien is buurman en buurman wel leuk. We gaan dan horen op de prijsuitreiking van de culturele jong. Nou, de aardbeving die in Loppersum alles heeft verwoest. Hoe liep het met de fit hier? Nou, ik liep eigenlijk redelijk goed. Met eerlijk gezegd, toen ik in bed kwam, toen liep het net heel goed. Want toen moest ik op een gegeven moment weer even terug. Maar nee, het liep goed. Ja, we drinken alweer een bier en we zijn samen 6 kan, dus we hebben er zin in. Je hebt maar de voorzitter. Het gaat bijna genoeg. Ja. Hoe laat wie het juist doen? Ik ben 4 uur de door gegaan. En hoe laat wie je van de morgen weer? 8 uur. Kwartier uur 8. Dus ja, je weet het erop beter, maar ja, het is wel leuk, hè? Wat staat er hier op het programma? Wij Scots & Scheef thema. En dan geven wij in de trend van Scots & Scheef Highland Games organiseren, zeg maar, als zeskamp zijn. Vertel eens even, wat is het geheim? Nou ja, dat weet ik net. Ik heb wat mee en elke keer hetzelfde. Dan gaat er elke keer wel wat raak. Domme van jou! Van jou! Nou, joh, ben ik in 18 meer? Nee! Vroeger hebben we dat ik wel weer. Dat werd al minder. Hé, hey, man, mag je blijven met het feitje? Hoe verint een beetje ontnota? Hij gaat super. Hij is daar. Mooi waar. Nou, een beetje speeltje erbij. Wat hoeven we nog meer? Nou, waar ik graag de man van de jongens kijken, hè? Dat is wel zo. Ja, best een beetje meer man. Nou, vooruit. Ben ik het tenminste. Maar hoe gaat het? Want het is sneu. Ik bedoel, je hebt er ook een vrede jongen op zitten, denk ik. En toch is het jong. Jacob, hey. Ik heb Brils wel. Dus ja, door kale morgen hebben we geen jongen weg voor. Top kleren. Dat is ik wel. En ik neem aan, dit is ik net je eerste hier op het Dwarrefeest. Ik ben beide komen, nou ben ik geboren en getogen hier in Vosgeren. Ja, dan wennen ze er nou even het meer. Maar we draaien een peri mooi. Ja, dit is wel mooi, hè. Het Dwarre brengt dan even uit. Nou, dit leeft gewoon. 1 keer in 2 Dwarrefeesten. Ja, dat is gewoon fantastisch natuurlijk. En wat is zo leuk om hier op het Dwarrefeest? De gemoedelijkheid. Ik ben hier net mee, maar kom je graag. Maar juist met het Dwarrefeest hebben we erom. Ten nog steeds meer dwarf. Dus dat zou wel heel wat, denk ik. En ik ben net de enige, ik ben een heel soort die dat hebben. Ja, we zijn net een wereldberoemd dwarsfeest. We loeken weinig mensen van boven naar om. Maar al wat inwenners en mensen die je wennen. Nou ja, die werd ik wel met dit mooie selecte groep een prachtfeest delta zetten. Dus dat hoort nooit door.